Luc Drast, voorzitter Sportclub. Net ook zojuist een persconferentie gekeken van Rutte. En hoe heb jij daarna gekeken? Ja, net als de andere keer. Gisteren kwam natuurlijk de eerste maatregel een beetje binnen. Nou, dan weet je nog niet of het definitief is. Vanavond om 7 uur zeker gezeten. En kijken wat de invloed is op Sportclub Geenemuiden. Nou, dat is niet gering, denk ik. Want hoe ziet dat eruit voor Sportclub? Nou, laat ik vooropstellen dat, en ook vanavond weer, dat er een aantal coronagevallen in Geenemuiden zijn van bekende personen. Nou, dat doet je wat. Zeker met de tijd die we in maart, april met elkaar gehad hebben. Dus dat die maatregelen getroffen zijn, zonder kijf, die zijn gewoon goed. Die besmettingen moeten naar beneden. Dat betekent voor sportclub wel wat. Ik bedoel, vanuit de sport wordt duidelijk gezegd van vanaf 18 jaar competitie, trainingen, dat gaat eruit. Ik ben wel blij dat de jeugd maar blijven spelen. Die gaan straks geen competitiewedstrijden meer spelen, maar mogen wel trainen. Dus dat vind ik op zich wel mooi. Het is nog even de vraag, Rutte zelf zei van tot en met 18 jaar. En op de site stond tot 18 jaar, dus dan moeten we morgen even achterkomen wat precies de bedoeling is. Tot of tot en met 18. Maar dat zij in ieder geval mogen voetballen, dat doet me wel deugd. Want het is natuurlijk voor jongeren, voor jeugd tot 18 jaar, belangrijk dat ze eruit gaan. Nou ja, kijk, dat is zeker belangrijk. We hebben tot nu toe altijd de maatregelen van de overheid keurig gevolgd. En dat zullen we nu ook doen. Dus als zij vinden dat dat kan, gaan we dat ook zeker richting onze jeugd gewoon laten uitvoeren. En zeker de jeugd, die krijgt toch al wat klappen daarmee. Die moet ook wennen aan het corona en dergelijke. Is het juist mooi dat ze wel kunnen sporten, dat ze wel een uitlaatklep hebben. En wat betekent dat voor een eerste en een tweede elftal? Ja, vooralsnog wat nu gezegd is, competitie eruit voor 4 weken. Trainen, ook in teamverband niet. Er werd nog een kleine mogelijkheid geboden om een kleine teamverband van 4 personen, max 4 personen, iets te kunnen doen op 1,5 meter afstand. Hoe dat er precies gaat uitzien, ja, dat weet ik op dit moment ook nog niet, want ja, de persconferentie is net 1 uur geweest. Maar het is wel een klein keertje van dat je misschien nog iets kunt doen. Nou, laten we daar maar naar kijken dan. Laten we vol vertrouwen deze komende 4 weken eens afwachten wat er gebeurt. En ook dat het virus onder controle krijgt natuurlijk. Nou, dat vind ik het allerbelangrijkste, dat de komende weken, en liefst zo snel mogelijk, dat die besmettingen naar beneden gaan. Dat we verstoken raken van het coronavirus, want dat blijft het allerbelangrijkste. Gezondheid staat echt boven alles. Dat we met voetbal er iets in kunnen doen om de gezondheid, dat je sterk kunt zijn en dergelijke. Dat is mooi meegenomen, maar het blijft buiten kijf. Corona moet gewoon weg uit Nederland, uit de wereld. Ja!